zelf thuis al gemaakt. En dan vraag je af, wat is dat? Ik ga het jullie uitleggen. Dit is een loodje. Die hebben wij vorige week getrokken voor de Sint. En ik heb, zoals jullie zien, Evelien. Nou is Evelien een enorm Harry Potter fan. En deze heb ik zelf gemaakt. Omdat ik zelf ook best wel van Harry Potter en tover en zo had. Niemand zegt hoor. En dit is mijn toverstokje. Nou, is het een ontzettend leuk setje. €14,95. Wij hebben een budget van €15, dus dat past precies. En met deze kan je dus dit toverstokje maken. Dus ik dacht, deze neem ik mee voor Evelien. Nou heb ik natuurlijk al mijn surprise cadeautje. Dat is lekker makkelijk. Maar misschien als jullie thuis inmiddels met je handen in het haar zitten. Omdat je echt niet weet wat je moet gaan halen. Voor degene die je loodje hebt. Zal ik jullie gewoon even wat dingen laten zien. Dan tover ik mezelf even door de winkel. Met een aantal tips voor wat je voor de surprise tijd kan kopen. Het is net echt, hè? Ik weet het. Daar ben ik weer. Dit is namelijk ook een leuke. Nou, ik heb nog getwijfeld om misschien deze voor Evelien mee te nemen. Dit is zeg maar voor de mensen die handletteren. Een ideaal blokje, €4,99. Dus mocht je nou een budget hebben van €5 in plaats van 10 of €15, dan zou je dus deze al kunnen meenemen. Deze heeft verschillende pagina's, zwarte, kraft en witte. Kijk, ook witte pagina's. En met deze kan je dus eigenlijk iemand die van handlettering houdt, en dat is bijna nu 80% van de bevolking, denk ik, inmiddels. Kan je zo'n blokje cadeau doen. En dan kan die mooi gaan oefenen, ook een keer op ander papier dan alleen maar wit papier. Dus... nog steeds met overstofje en nu sta ik natuurlijk weer voor een van mijn favoriete schapjes, namelijk alle pennen. Zo hebben we bijvoorbeeld deze voor €13,95, mocht je een budget hebben van €15. Dit zijn Twinbrush pennen, een beetje vergelijkbaar met de Tombow. Verder hebben we ook uitgunbare stiften, super handig voor degene die twijfelt en een agenda bijhoudt en alles gewoon netjes wil houden. Een tientje. En we hebben ook natuurlijk allemaal pastelkleurtjes en andere ecoline stiften enzovoort enzovoort. Waar eigenlijk ook wel best wel veel prijzen te zitten tussen de 5, de 10 en de €15. Dus dit schap ook heel eventjes gaan kijken mocht je jezelf naar de winkel toveren. De kans is natuurlijk het grootste dat je jezelf op de kinderafdeling in Pipo's gaat vinden. Aangezien het natuurlijk het grootste gedeelte van kinderfeest is. Ook daar hebben we verschillende dingen die je voor jezelf kan meenemen om de surprise cadeautjes helemaal compleet te maken. We hebben de Crayola stiften. Deze voor €4, deze voor €8 of deze voor €14,95. Het moet niet gek worden. Voor alle prijskategorieën dus eentje. Verder hebben we ook deze. Vind ik zelf super cool. Die heb ik al. Dit is Palemoer waterverf. €9,99. En echt, de glimmers die hierin zitten is perfect. Zeker ook met de feestdagen. Je kan hem natuurlijk ook voor handlettering gebruiken. Dus mocht je nou niet iets voor kinderen zoeken, is deze natuurlijk ook leuk voor een volwassene. Zoals mij. Spirograaf hebben we ook nog. Dit is een compleet setje met pennetje. Ben je meteen klaar? Hoef je helemaal papier bij te doen of zo. En dan heb je ook niet die stress meer. Nou, dit was het dan. Ping. Zal ik jullie een geheim vertellen? Deze is laatst door de Sint zelf meegenomen, zakkenvol, omdat dit het ideale schoencadeautje is. Het is klein, het past precies helemaal onderin bij die tenen, zodat je het nog eens in één keer ziet. En hij vond het leuk omdat je met deze meteen kant-en-klaar een sleutelhangertje kan maken. Dus ja, mocht je nou een surprise hebben en je wil iets kleins erbij doen, deze zijn maar €2. En die zijn dus ideaal om als klein cadeautje er nog even bij te doen. Ja, de surprises. Waarschijnlijk een hele grote reden waarom je naar Pipo's moet gaan rennen. We hebben namelijk, zoals elk jaar, een surprise special. Mocht je nou het liefst een surprise willen toveren, ja, dat gaat niet. Maar we hebben wel een boekje met echt ontzettend veel voorbeelden en uitleg hoe je bepaalde surprises moet maken. Kortom, je hoeft niet met je handen in het haar te zitten. Je hoeft ook niet te wachten dat je zelf een surprise kan toveren. Je kan er gewoon eentje maken met hulp van Pipo's. Zo kan je bijvoorbeeld deze barbecue maken, of deze kip maken, of deze pizza maken. Zelf vind ik deze erg leuk. Dat is een plant, een pannenkoekenplant. Ik wou dat ik hem in het echt had, maar deze papieren gaat tenminste niet dood. Dus die is misschien ook wel leuk. Natuurlijk heb je verschillende dingen nodig als je een surprise wil maken. En ook al die dingen hebben we bij Pipo's. Zo hebben we bijvoorbeeld piepschuim. We hebben piepschuim eieren, we hebben piepschuim ballen, we hebben piepschuim hoofden. We hebben piepschuim lichamen. We hebben een kegel die je als muts kan gebruiken. We hebben ringen. We hebben vierkante schijven. We hebben echt van alles in piepschuim. De meest ideale, deze zijn hol. Kan je gewoon je cadeautje inproppen. Leuke voetbal van maken. Ben je binnen 5 minuten klaar. Het enige waar je mee op moet passen is de lijm. Gebruik lijm op waterbasis. Want anders vreet de lijm de piepschuim weg. En dan kan je de volgende dag weer overnieuw beginnen met het maken van je surprise. Dat is niet zo fijn.
Oh ja, we hebben natuurlijk ook nog papier. We hebben ook papier. We hebben dikke vellen, dunne vellen, grote vellen papier. We hebben, die ruik ik straks nog, kleine velletjes papier. Vierkante velletjes papier in alle kleuren. En we hebben crepe papier. Ik kan het zo gek niet toveren of we hebben het. We hebben gewoon eigenlijk alle soorten papier. Mocht je nou een gedicht op een mooi papiertje willen schrijven, zelfs dat kan. Kijk. We hebben ook mooi papier met een printje. Nou, schrijf je hier heel mooi zo de tekst op. Oh, het is echt een cadeautje om alleen al een gedicht te krijgen, denk ik zo. Kortom, voor papier kan je ook naar Pipo's. En natuurlijk ook voor... Ook voor lijm kan je bij Pipo's zijn. De lijm is niet alleen voor slijm, maar ook voor het maken van een surprise. Erg fijn. Ik begin spontaan van te rijmen. Het is niet normaal. Even serieus. We hebben dus alle soorten lijm. Van een prietstift tot en met de waterbasislijm die je nodig hebt voor je surprise. Tot en met, heel belangrijk, papier-mâché lijm. Daarmee kan je natuurlijk elke vorm in elkaar flansen. Maar dan moet je natuurlijk al een beetje ervaren zijn. Spraylijm hebben we ook. Ik kan zo nog wel even doorgaan, want er zijn echt gewoon honderden soorten lijmen. Eigenlijk moet je gewoon naar Pipo's gaan. Voor het papier, voor de piepschuim, voor de voorbeelden. Eigenlijk voor alles van Sinterklaas. Ik tover mezelf. En deze special, want ja, het cadeautje heb ik al. Maar de surprise nog niet. Dus deze tover ik even mee. En dan ga ik zelf ook maar eens aan de slag, denk ik zo.